Welkom. In dit filmpje ga ik het hebben over relatieve rek. En dat heeft niks te maken met deze mevrouw die zich aan het uitrekken is, maar heeft te maken met het feit dat stoffen kunnen uitrekken wanneer er een bepaalde kracht op zit. Wanneer ergens een kracht op wordt uitgeoefend, dus van een bepaalde stof, dan gaat deze uitrekken. Nou, dat is best logisch volgens mij. Er zitten een paar formules bij. Ik begin nu met de allereerste formule die erbij hoort en dat gaat over relatieve rek. Dat is een berekening waarmee je dus relatief kan uitrekenen hoeveel rek er plaatsvindt. En er zijn een paar gegevens belangrijk. We hebben delta L, L0 en E, dus de epsilon. Die vind je in binomiale tabel 35A6. Daar zul je de relatieve rek berekening zien. Even kijken waar die dingen voor staan. We hebben eerst die E, dat is de rek. En die heeft geen eenheid. Kan ook in procenten gegeven worden. Dat is de relatieve rek, dus dat is hoeveel procenten die uitgerekt is. Of een getal waarbij dus geen eenheid staat. Dan hebben we delta L, dat is het verschil in lengte. Dat is in meters, dus dat is het verschil dat die langer geworden is. En daarnaast de L0. De 0 betekent op het moment beginsituatie, dus dan is er geen kracht. Dus dat is de lengte bij geen kracht, ook in meters. Dus je gaat kijken naar het verschil in lengte, dus hoeveel die groter geworden is. Dat deel je door zijn oorspronkelijke lengte en dan weet je de relatieve rek. Dat spreekt redelijk voor zich. We gaan hem even uitproberen in twee opgaven. We hebben een aluminium kabel. Hoeveel meter kan een aluminium kabel van 15 meter maximaal worden voordat deze breekt? Gebruik binomiale tabel 10b, 6e editie. Nou, als je daar even gaat kijken, dan zul je zien dat daarvoor die stoffen die er staan, voor de meeste in ieder geval, staat ook een rek bij breuk. Moet je maar even kijken of je het kan vinden. Daar wordt aangegeven hoeveel dus dat materiaal kan rekken. Voordat hij breekt. Kijk, aluminium is een metaal. Dus dat kan een heel klein beetje meebuigen. Dat kan een beetje vervormen. Maar op een gegeven moment gaat het breken. En daar zul je zien als je gaat kijken dat de maximale rek voordat hij breekt 10% is. Er staat en daarin procenten gegeven 10%. En dat is hetzelfde als 0,1. Om van procenten naar normale getallen te gaan moet je eigenlijk gedeeld door 100%. Dus de 10 gedeeld door 100 is 0,1. Dus we weten dat die kabel een relatieve rek kan hebben van 0,1. Dus dat is de maximale rek die hij kan hebben. Delta L, dus het lengteverschil, die weten we niet. We weten wel, L0 die is 15 meter. Die kabel was op het begin 15 meter. Die kunnen we invullen in de formule. Epsilon is delta L gedeeld door delta 0. We vullen hem in, 0,1, dat is namelijk die 0,1 die daar staat, is delta L gedeeld door 15. Nou, met breuken oplossen is het zo dat je die twee maal elkaar mag doen om deze bovenste te krijgen. Dus je doet 0,1 maal 15, dan krijg je delta L. En dat is dus 1,50 meter. Dan moet je heel veel opletten, want dit is vaak het geniepige van dit soort vragen. Er staat, wat is de maximale lengte van de kabel? Wat je hier hebt uitgerekend, is wat die maximaal kan uitrekken. Maar als je een kabel hebt van 15 meter... die anderhalf meter kan uitrekken maximaal. Dat betekent dat die kabel in zijn geheel maximaal 16,5 meter kan worden. Let op dat soort vragen. Dus die kabel kan 16,5 meter worden en dan breekt die. En dan heb je dus met de relatieve rek uitgerekend. Nou, een andere vraag. Een bungee jump touw heeft een maximale rek van 300%. Dat moet ook wel, bungee jump touwen die moeten redelijk goed kunnen rekken. Want stel je voor dat ze dat niet kunnen en je springt, dan heb je lichaam geen tijd om die klap op te vangen en dan doet dat heel erg pijn. Dus je wilt dat die bungee jump touwen heel erg uitrekken. Maar ook niet te veel, want je wil ook niet met je hoofd op de grond komen. Dus het is altijd heel belangrijk om dat goed uit te meten hoe lang je een bungee jump touw maakt. De relatieve rek is vaak bekend. En we hebben hier berekend hoe lang een touw maximaal mag zijn als je een sprong hebt van 150 meter. Nou ja, even kijken, wat voor gegevens hebben we? We weten de E, de relatieve rek, die is 300%, oftewel 3. Gewoon een getal 3, geen eenheid. Delta L, het verschil in lengte, die weten we niet. Die moeten we wel gaan berekenen, want we willen uiteindelijk de totale touw weten. Daarnaast, de L0, die weten we ook niet. Dat zijn twee onbekende. Nou, als we even gaan kijken naar die formule die we net hebben gehad, dan kunnen we hem al gedeeltelijk invullen. We kunnen zeggen dat 3, oftewel de relatieve rek, is delta L gedeeld door L0. Maar dit kunnen we niet oplossen, want we hebben twee onbekenden. Maar we weten nog iets. We weten dat het touw uitgerekt maximaal 150 meter mag zijn. Dus L0, de basislengte die heeft, plus delta L, hetgene wat die groter moet zijn, mag samen maximaal 150 meter zijn. Dus, deze die kun je omzetten bouwen.
Als je die twee maal elkaar doet, dan heb je delta L. Dat heb ik hier gedaan. En daarnaast is 150 gelijk aan L0 plus delta L. Dit is het lastige van dit soort vragen, want je hebt nu dus twee onbekende, maar je hebt ook twee formules. Delta L plus L0 is uiteindelijk de totale lengte en die heb je hier gekregen. Heel geniepig in dit soort vragen. Dus hier kunnen we nu zeggen, hier staat een delta L staat gelijk aan 3L0. Dus deze delta L kunnen we ook anders opschrijven. We kunnen ook zeggen dat die gelijk staat aan 3L0. En nu hebben we maar één onbekende, namelijk L0. De lengte die je touw maximaal mag zijn. Nou, 150 plus L of is L0 plus 3L0. Oftewel 150 is 4L0. Nou, nu kunnen we heel simpel berekenen. Gedeeld door 4, dus L0 is 37,5 meter. En dat is een maximale lengte die dat puntjesjumtouw mag hebben. Dat is dus niet heel lang, maar als je naar deze, als je gaat springen, dan wordt hij dus met een rek van 3, wordt hij 300% langer. En dat moet je daar dus bij optellen en dan kom je op die 150 meter uit. En dat zijn geniepige vragen die je met dit soort berekeningen kan krijgen, met dit soort formules. Dat was het. Dankjewel voor het kijken.